Koen Jansen en Kjell Peersman maakten hun debuut in betaald voetbal op 10 januari tegen Almere City. Tijd om ze beter te leren kennen en dat doen we met de vragenronde. Oké, vraag 1. Wat zijn de leuke en minder leuke dingen voor een profvoetballer? De leuke dingen, ik denk dat je altijd plezier hebt in het voetballen. Je mag doen wat je graag doet, dat je hobby maken van wat eigenlijk mensen eigenlijk hun werk noemen. Mag je je hobby van maken, dat is het leuke. En wat je minder leuk, denk ik, dat je veel dingen moet laten dat andere jongens in hun jeugd wel kunnen doen en wij niet kunnen doen. Dat denk ik dat het minst leuk is. En af en toe het vroeg opstaan. Ja. Ja, jongens, dat moet altijd, hè? Ja, dat moet iedereen. Ja, het vroeg opstaan is ook minder. Ja, ja dat is het leven. Ja, ja inderdaad, klopt. Klopt. Kjell? Wie bij PSV maakt jou echt een betere speler? Wel heel veel mensen maken me persoonlijk wel maken me sterker. Maar ik denk toch wel, de laatste tijd heb ik wat gesprekken gehad met Jesse Derks. Ja, gewoon mentale gesprekken en eigenlijk dat maakt, ja, heeft sommige dingen wel makkelijker gemaakt. En ook via, qua op school en met blessures hoe ik met dingen om moest gaan. En het geeft ook wel een beetje een ander perspectief dan wanneer je met een trainer praat of zo. Ja. Dus ik denk dat dat wel iemand is die me zeker geholpen heeft. Maar er zijn genoeg andere ook spelers die me daarbij helpen. Waar moet jij nog aan werken zodat je het eerste haalt? Ja. Ik denk dat ik, bespreek ik wel vaak met de keeperstrainer van Jong PSV, dat ik met mijn lengte nog beter kan worden op hoge ballen. Beter inschatten, veel meer durf om te komen. Ik denk dat dit wel het grootste eigenschap is om die stap te maken. Het grootste eigenschap? Ja, om naar het eerste te gaan. Ja? Denk ik wel. Ja, voor je blessures had je dan wel, had je al meegetraind? Ja, sowieso. Ja, echt eerste. Ja. Even die overstap maken. Ja. En dan ben je er, zeg je? Ik denk wel dat ik dan de dichte ga zetten. Weet je dat niet eens? Ja, zeker. Ja, zeker. Goeie doel, man. Ja. Hou me in de gaten, hou me in de gaten. Als deze gebeurtenis niet was gebeurd, zat ik hier niet. Ja, ik heb het hier nog wel af en toe met die jongens over. Ik speelde hiervoor bij NEC. Toen speelden we daar op veld 1, had ik een assist daar zo. En toen in de onder 13 ben ik uiteindelijk niet gekomen, maar in onder 15 wel. Volgens mij heb je nog tegen mij gescoord, of niet? Toen NEC uit. Nee, had ik ook een assist. Er ging nog 1-op-1 met je, weet je. Ja, maar scoorde je niet, hè? Nee. Scoorde je niet, natuurlijk niet. Dat was ook gewoon goed. Ja. Wat is je moeilijkste moment of fase geweest in jouw carrière? Ik denk het overlijden van mijn opa. Ja? Ja, ja. Was in de onder 15, denk ik. En toen heb ik het wel echt moeilijk gehad. Ook mentaal vooral. Hij was eigenlijk mijn alles. Hij heeft mij altijd van school, toen ik nog op de basisschool zat in België, heeft hij mij gebracht altijd richting PSV om te trainen. Spraken we vaak in de auto, veel huiswerk gemaakt. Dus dat was eigenlijk wel de moeilijkste periode. Ben ik wel echt mentaal veel sterker uit geworden. Ik ben wel echt blij dat ik mijn opa heb mogen kennen en dat ik zoveel met hem kunnen meemaken. Ik weet dat hij van boven meekijkt. Dus, mooi gezegd. Ja, sowieso. Ik ben super trots op je. Ja, zeker. Hoe is het met je zelfvertrouwen? Ja, ik moet toch wel eerlijk zijn. Na die 2 assists en 90 minuten gewoon in eigenlijk betaald voetbal is het wel omhoog gegaan. Maar ik ben toch wel een beetje een nuchtere jongen. En ik ben nog steeds echt super blij mee en het heeft wel een boost gegeven. Maar nou is het ook wel weer van, de volgende wedstrijd moet ik het ook weer laten zien of het echt zo constant kan zijn. Maar je groeit dus wel als er over je geschreven wordt. Ik heb wel alles gelezen wat online kwam. Ja. Ja, negatieve dingen zijn nooit leuk, maar zoiets is het. Daarom. Geen plankenkoorts, heb ik gelezen. Is er gezegd over jullie, iets over de trampoline, hè? Dat je tegen die van 2 meter. Ja. Van 2 meter, dus voor jou ook pas op, hè? Trampoline onder de reet en dan gaat hij. Dus dat zit voor nu wel even goed. Nu, dat geeft me wel ook weer een boost om te snel te gaan revalideren en zo. Ja. Hoe zou je met je
fanbase omgaan wanneer je groot wordt en waar kijk je dan het meeste naar uit? Ja, ik denk dat ik gewoon dezelfde jongen zou blijven die ik nu zou blijven. Dus je zit te lachen. Nee, hij vindt het volgens mij wel leuk als gewoon... Ja, sowieso. Aandacht is altijd wel leuk. Maar ik denk dat de mensen ook die aandacht geven als het goed gaat, maar als het slecht gaat zijn ze er ook als eerste. Heb ik geleerd uit de periode van mijn vader ook. Dus ik zou er wel nuchter onder blijven, denk ik. Het zou wel fijn zijn om die miljoen volgers te hebben. Zeggen dat je het goed doet, want anders zou je het niet hebben. Dus, kijk dan lang naar uit dat ze vragen, handtekeningen, foto's maken en elke dag DM sliden. Ik denk wel dat dat iets leuks is als mensen jou herkennen op straat. Waar zie je jezelf over 5 jaar staan? Ik zie mezelf over 5 jaar staan in het eerste van PSV. Al 5 jaar? 5 jaar. Ja. Al eerder toch? Ja, rustig de tijd pakken, Koen. We zijn nu bij Jong PSV. We hebben scheiding, hè? Eerst even... Eerst even een aantal seizoenen hier in de keukenkampioen divisie meedraaien. En dan hopelijk de mooie stap maken naar het eerste om eerste keeper te worden. Okay. Dus, maar een vraag, Koen. Wat is jouw leukste herinnering hier bij PSV tot nu toe? Zo. Ja, simpel eigenlijk. Mijn debuut, denk ik. Maar... Ik heb in onder 16 zijn we naar Zuid-Korea geweest, was je ook nog mee volgens mij. Ik denk dat dat wel een van de leukste momenten bij PSV was. Ja, ja. Toen we geland waren was het leukste, was die vliegtuig... Die vlucht was niks? Nee, we waren eerst van Schiphol naar Seoul toen van Seoul naar Jeju en dat was een uurtje of zo en het vliegtuig. Dat ging heet maar heen en weer. Ik dacht dat ik dood ging. Nee joh. Dat was echt inderdaad. Ja, toen dacht ik zei, toen je landde zei ik hoef niet meer nog zitten, blijf hier. Ik ga daar blijven. Ja, precies. Ja, eigenlijk voelde dat een soort van vakantie dan als je daar gewoon een beetje zit met je vrienden en zo. Ja, was echt toptoernooi, was echt leuk. Ja. Dat was het toernooi toen. Ja, klopt. Ja. Dat was echt leuk. Toen hebben jullie ook goed gepresteerd. Nou, dat viel wel mee. Toen kwamen we in de halve finale tegen Palmeiras. Ja. 5-0 verloren of 6-0 verloren. Ja, toen, zoiets. Ja. Eigenlijk. Dat was wat minder. Ja. Ja. Zing je debuutlied? Ja. Ga maar staan, Wint. Hey, bankjes voor jou. Kom maar. En hij zei leef. Alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef. Alsof het nooit echt gaat. Leef. Pak alles wat je kan en ga. Klaar. Het is een 5,5, net of voldoende. Maakt niet. Dat moet ik niet. Nee, jij vriend. Ik zou ook even staan. Ja, heel kort dan. Huh? Ze vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen in bed in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. De schemering, de radio zacht. Want deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Ja. Lekker, hè? Zeg een koetje. Serieus, ik kan zingen ook nog. Ja, beter als ik inderdaad. Nou, dit was jullie debuut bij Ready for Maddie. Gefeliciteerd met jullie echte debuut natuurlijk. En we gaan veel van jullie horen, weet ik nou al. Bedankt. Dankjewel. Succes.